Met donderend geraas kwam deze tak eerst naar beneden en vervolgens de boom hier achter mij in het oudste stadspark van Nederland. Hier Plantage, Tuinlaan, Lange Nieuwstraat, Schiedam. Kijkt u en huivert u, Siddert Bibbert, met uw vloggenist mee in het Random Museum. Gaat u mee. Expert dendroloog uit Sneep, oudste stadspark van Nederland. Net feest gevierd en dan hebben we dit aan de hand. Hoe groot is de streep door de rekening voor het oudste stadspark met het verlies van deze boom? Ja, ja, elke boom is er één, dus jammer dat deze nu... Wat is voor een exemplaar? Ja, dat deze afgeschreven kan, die zal doormidden gezaagd moeten. Ja, dit is een rood bloeiende paardenkastanje. Een van de oudste van Nederland ook? Nee, dat kan je niet zeggen. Wel een van de drie die hier zo bij elkaar een groep vormde. Want die moet ook even aan een nadere inspectie worden onderworpen of ze niet ook aangetast zijn door de schimmel. Want dat is de oorzaak, hè? Ja, ja. En een combinatie ook met waar al heel veel bomen in Schiedam gesneuveld zijn en ook in andere plaatsen. Dat is eigenlijk de echte oorzaak. Daar is geen remedie tegen? Nee. Er is geen kruid tegen gewassen? Helaas niet, nee. Dus ja, hoe veilig zijn hier zou uitlaten? Door met deze kastanjes moeten ze niet uit voorzorg, misschien wel omgezaagd. Dat is helemaal natuurlijk een pijnlijke vraag. Nou, aan de bomen hoog. Ik zou bijna zeggen, de bomen zijn hedenochtend aan een destructief onderzoek onderworpen door de natuur. Dus alles wat nu staat is, om het maar eens op zijn Duits te zeggen, want die zeggen dat veel mooier als wij in Nederland, hooggradig stansiege. Dat bedoel ik maar. Dus die hebben de proeven van de elementen aanval doorstaan. Dus deze gaan in ieder geval nog wel even worden onderzocht, maar die hoeven niet uit voorzorg te worden geveld. Zeker niet, nee. Nee, even serieus, bijna alle bomen in de Plantage worden, behalve de hele jonge sprietjes die net staan, worden ieder jaar geïnspecteerd door de gemeente. Dat is gewoon standaard. En dus dan worden ze gewoon gecontroleerd. Dat gebeurt elk jaar. En dit jaar, dit heeft echt alles te maken met extreme stormen. Het kan eigenlijk veel beter waaien eind oktober, november, december, januari. Want dan zijn de bomen kaal. En nu zijn ze echt nog vol in blad. Dus het is eigenlijk meer een wonder dat er niet meer schade is bij deze weersomstandigheden. Maar dit moet inderdaad snel worden geruimd. Ja. Ja, echt veel meer afbreken zal die niet meer. Nee, er breekt niks meer af. Alles ligt al achter ons op de grond. En, gelukkig is de jonge boom die daarachter staat, de tamme kastanje, die dit jaar voor het eerst vruchten draagt, die is gelukkig net niet geraakt, dus die staat er nog in volle glorie bij. Dat is de toekomst. Het had allemaal nog veel erger kunnen zijn. Ja. Sorry dat ik de boodschapper van deze, om niet te zeggen Job Steiding, moest wezen, maar ja, het is om erger te voorkomen natuurlijk en dat er geen slachtoffers door gaan vallen. Het is een druk bezorgd stadspark. Klopt, ja. Maar kijk maar eens om je heen. Iedereen loopt nog rustig met zijn hondje te wandelen. Dus, ja. Het leven gaat gewoon door. Zelfs in de Plantage. Oké. Nou, sterkte ermee en hopelijk is dit
de laatste geknapte boom die we te betreuren hebben hier. In het prachtige stadspark. Zeker dit jaar. Oude Skeiedam. Oké. Okay. Sterkte ermee. Onbeperkt sterkte zelfs. Doet jullie ook zeer, jongens? Ja, zeker. Dan ben je altijd spelen. Gehecht aan de boom. Hopen dat die anderen ook niet omwaaien. Ja. Maar ja, die hebben deze fikse storm doorstaan. Dus daar gaan we maar vanuit dat die er nog gewoon goed gaan gaan. Ik ben in de natuur gekeurd nu. Ze hebben ze flink aangetrokken, de wind. Bellen.